Een goedendag. Top neemt zijn programma over de invloed van digitalisering op de wereld. Vandaag, in deze uitzending, hebben we het over 3D-printing. Bart Veldhuizen, jij bent van Shapeways. Een internationaal vermaard platform. Waar dit soort dingen uit de printer rollen. Onder andere. Vertel jij eventjes wat we hier zien en hoe dat tot stand komt. Wat we hier zien. Nou, je zegt al, we zijn het platform voor 3D-printing. We noemen onszelf een community. We hebben zo'n 100.000 gebruikers die onze opdrachten geven om objecten te maken voor ze, te verkopen voor ze. Wat je hier op tafel ziet liggen, komt uit die community. Dat zijn allemaal dingen die door hun ontworpen zijn. En die worden geprint in verschillende materialen. Dus dat wit wat je daar ziet, dat is nylon. En al die witte modellen zijn hetzelfde materiaal. En als je nylon dun genoeg maakt, dan wordt het dus heel flexibel. Dus dan kan je er stuitenballetjes van maken. Als je het dikker maakt, dan wordt het oersterk. En je kan er ook bewegende constructies mee maken, zoals dat poppetje hier. Ik zal hem je laten zien. Dat is een speelgoedversie van van de kunstobjecten van Theo Jansen. Die maakt die strandbeesten, die enorme PVC-constructies. Maar sorry dat ik je nou gelijk onderbreek, maar voor de gemiddelde kijker, printen. Hoe kun je dit nou in godsnaam printen? Nou, het werkt eigenlijk allemaal globaal op dezelfde manier. We maken laagje voor laagje objecten. Dus we beginnen met een laagje poeder. En dan gebruiken we soms een laserstraal, soms lijm. Het hangt een beetje af van het materiaal wat we hebben. En dan maken we één dwarsdoorsnede in dat poeder. En dan voegen we een nieuw laagje poeder toe. En dan herhalen we de truc. En dat duurt heel lang, want het zijn laagjes van 1/10 millimeter dik. Maar 10 uur later heb je dit, zeg maar. In een doos met poeder. En dit is iets, want dat is het bijzondere ervan, ook vaak nog. Hè? Daardoor kan je dingen maken die je op geen enkele andere manier zou kunnen maken. Ja. Je kunt ook gewoon natuurlijk gewone dingen maken. Een balletje of een wieltje van een koffer. Ja. Maar je kunt eigenlijk ook voorwerpen creëren die anders niet mogelijk waren geweest. Klopt, ja. En ja, goed, soms zou je het misschien op een andere manier wel kunnen doen, hoor. Een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld dit speeltje. Dat is toevallig door een Nederlander ontworpen. En objecten zoals dit worden gewoon in één keer geprint. Dus die worden niet later in elkaar gezet. Maar omdat we dwarsdoorsneden maken, kunnen we dus balletjes in balletjes maken. Die geen naden hebben of wat dan ook. Ja, maar ik kan me nog niet voorstellen, ja? Hoe dat dan gaat, nee. Met die dwarsdoorsneden. Ja, nou, ik toevallig wel. Ik ben ooit in Amerika in een laboratorium van Technicolor geweest. Ja. En daar maakten ze prototypes van nieuwe type apparaten, iPads-achtige tablet dingen. Waarbij ze gewoon keken hoe bepaalde vormen, hoe functioneel dat dan was, om te kijken wat ze in productie gingen nemen. Wordt het daar veel voor gebruikt? Ja, dat is de herkomst van de techniek. Hè. Ze noemden het vroeger ook rapid prototyping. En dat was ook echt bedoeld voor de industriële vormgevers, om te kijken of hun modellen goed in de hand lagen, of dingen op de juiste plek zaten enzovoort. En het is al zo'n 18 jaar oud, 20 jaar oud ongeveer. En in die 20 jaar heeft het zich enorm snel ontwikkeld. En wat je nu dus ziet, is dat we van de rapid prototyping geëvolueerd zijn bijna tot een kwaliteit die goed genoeg is om producten mee te maken. En ook de kostprijs is... Ja, dat tegelijkertijd. En dat is ook het hele idee achter Shapeways. We hebben geprobeerd om zo'n grote schaal te bereiken, dat je die printers heel efficiënt in kan zetten. Want om een idee te geven... Als nog even terug naar het principe. Hè, van is een grote verandering ook dat je... Waar vroeger als je een prototype maakte of iets wilde vormgeven, dat je fysiek aan de slag moest om dat te maken. Dat het 3D-printen de verbinding heeft gemaakt met het elektronisch ontwerpen en het vervolgens opleveren van een fysiek product. Daarvoor bestond dat niet. Hè? Ja, het stelt wel mensen in staat om iets te doen wat ze een paar jaar geleden niet konden. Je kunt op een computerscherm, in een 3D-programma kun je iets maken. Klopt, je tekent dit maken. Met enig verstand van zaken, want dat moet natuurlijk wel je hoeft niet, en kunnen bewegen. Je hoeft geen verstand te hebben van beitels, hout, kunststof. Je moet alleen verstand hebben van, ik ga met dit soort plastic werken, dus ik moet zorgen dat het minimaal zo dik is, of dat het niet dicht op elkaar zit, want dan smelt het vast enzovoort. Zeg je, als mensen als ze zeg maar een ontwerp indienen bij jullie wat daar niet aan voldoet, zeggen jullie dat dan ook? Ja. Dit gaat niet werken. Ja, we doen een aantal automatische checks. Zo gauw je een model instuurt, dan kijken van, voldoet het aan een paar basisvoorwaarden. En dat gaan we ook verder uitbreiden om verder te kijken van, kunnen we dit echt printen in plastic en kunnen we het printen in staal? Want daar gelden weer andere spelregels voor. Maar je kunt al die stoffen in principe uit een 3D-printer krijgen. Ja, nou ja, in ieder geval wat we hier op tafel hebben liggen. Ja, dus ik heb hier een aantal dingen meegenomen. Een paar plastics. Zoals dit, hè, de nylonprints. Die ligt daar metaal. Heb je toevallig roestvrij staal. Dobbelsteentjes. Ja, dat zijn roestvrij stalen dobbelstenen. Je hoort het wel, hè. En dat zijn zilveren modellen. Dus zilver. Gewoon gegoten zilver, ja. En daar kan je dus ook prima gewoon juwelen mee maken, bijvoorbeeld. Ook voor vergelijkbare prijs. Want zo'n setje kost ongeveer 100 euro om te printen, schat ik.
En voor dat geld heb je dus in huis. Dus je kan ook heel, op een heel aanvaardbaar prijsniveau je eigen juwelen maken nu. En dan is het wel je eigen spul. Ja. En daarin sluit het ook weer mooi aan op die hele maker movement die je tegenwoordig ziet. Mensen willen gewoon geen massaproducten meer hebben. Als het even kan, dan vind je het leuker om het zelf te ontwerpen dan om iets uit de massa te kopen. Of anderszins als een kunstenaar een ding maakt wat maar één keer geprint wordt. Ja, ook, dat is een andere. En wat we dus ook zien is dat, kijk, of wij nou één zo'n ding printen of 1000, dat maakt ons niet uit. Het is ook niet duurder om er één te maken. Je kan gewoon met een kleine oplage beginnen. En wij vinden het dus eigenlijk leuker als je gepersonaliseerde objecten maakt. En we moedigen mensen ook aan om, dat noemen wij creators te maken, dat je zegt van ja, ik ontwerp iets, maar ik heb daar als ontwerper nog een beetje speelruimte in gestopt. Dus je kan als klant aangeven wat je daarmee wil. Wil je een beetje groter, kleiner, wil je er een tekst op, wil je er een plaatje verwerken? Zitten daar ook raakvlak, kijk ook even naar jou, hoe jij bent van de moderne uitgeefconcepten. Is dat niet wat dit soort dingen, de make fair, het personaliseren van printen, ook vergelijkbaar is met wat er in de uitgeefwereld bijvoorbeeld gebeurt? Dat de gepersonaliseerde print, één boek. Eén, just in time. En, is dat niet de grote verandering waar we allemaal mee te maken hebben? Van de massaproductie, ik ben de niet grote zo schaal in de uitgeefwereld, maar inderdaad wat je zegt, je gaat wel af van het van massa en je gaat naar gepersonaliseerd toe. En ook naar persoonlijkere objecten. Dat klopt. Hey, en jullie, er zitten een paar dingen aan die interessant zijn wat jullie doen. We komen straks nog even over de community en ook de dingen dat mensen mogen, in welke gevallen ze ontwerpen mogen hergebruiken, dat soort zaken, of mogen doorborduren, dat speelt een rol. Als we eventjes tot de materie beperken. Een aantal jaren geleden, ik heb dit dingetje gekregen van een kunstenaar. Toen jij dat zag je eigenlijk al dat het oud was, hè, want het was grof materiaal, zei jij. Hè? Dus de ontwikkelingen gaan hard. Toen ik bij een middag was over dit onderwerp, was de vraag van anderen, maar kunnen we dan straks ook bij wijze van spreken een mobiele telefoon uit een printer laten halen? Hè? Want die bestaat uit verschillende materialen. Nu heb je je kunt verschillende materialen gebruiken, maar zeg maar één materiaal tegelijk, zie. Zit die toekomst eraan te komen, dat je het ook kan gaan combineren? Er beginnen nu al printers te komen die meerdere materialen tegelijk combineren. Die bijvoorbeeld harde en zachte materialen kunnen mengen ook met elkaar. Dus dan kan je het een beetje hard maken bijvoorbeeld. Maar de toekomst is absoluut dat je gewoon een laptop kan uitprinten of een telefoon. En dat, ik vind het moeilijk om daar precies een jaartal aan te plakken, maar het zou me niet verbazen als je dat binnen 15 jaar kan doen. Dus dan, het klinkt mij vrij bizar in de oren. Ja, het in de is eigenlijk moeilijk voor te stellen. Een scenario wat je dan kan voorstellen is dat je... Kun je printen? Ja, dat zou je kunnen doen. De vraag is of dat nou meteen handig is. Want het kan best zijn dat een auto dat een stuk goedkoper is om dat in massa te produceren. En om bepaalde stukken daarvan te printen. Omdat dat gepersonaliseerd is. Dus de stoel bijvoorbeeld of de vorm van je dashboard. Dat je daarvan zegt van ja, ik heb toevallig korte armen misschien. Dus ik wil mijn dashboard een beetje verder naar me toe hebben of zo. Dus dat zie je wel. En kijk, we hebben een Philips geschiedenis. Hè? Daar zijn we gestart als incubator bedrijf. En we hebben destijds wel eens gefilosofeerd over dingen als... waarom kan je nou een koffiezetapparaat maar in één maat krijgen? Waarom kan je die niet 10% kleiner maken, zodat die net fijn in het hoekje in je keuken past? Ja. En ik denk dat mijn kinderen, als die 20 zijn, echt niet meer snappen dat ik zeg van... Toen papa zo oud was als jij, toen kon je dingen maar in één maat kopen in de winkel. Die denken, het is gek. Mm-hmm. Dus dat is echt, dat is een werkelijkheid die je eigenlijk dus op relatief korte tijd ziet verschijnen. Zie je nog wel belemmeringen, beperkingen? Wat gaat niet kunnen? Ja, nou ja, onze grootste beperking is eigenlijk niet zozeer de techniek. Kijk, wij zijn een platform, we maken die printers niet. Dus de printers komen uit de markt, zijn industriële dingen. We zien wel dat de makers van printers steeds meer naar ons gaan luisteren. En vragen van, nou ja, wat heb je nou nodig? Wat willen je mensen graag hebben? Die techniek die komt er wel, dat geloof ik wel. Onze grootste uitdaging is om mensen in staat te stellen om dingen te maken. En vaak betekent dat nu nog dat je met 3D-software moet kunnen werken. En dat is complex. Nou is het wel zo dat er steeds meer van die software ook gratis te krijgen is. Zoals Google SketchUp, SketchUp, 1-2-3D. Dingen als Blender zijn gratis te krijgen. Maar daarmee heb je nog niet meteen die skills natuurlijk om dat ook echt te kunnen ontwerpen. Dus daar zetten wij ook heel erg op in om te kijken van nou ja, hoe kan je nou als productontwerper iets maken dat aanpasbaar is door een leek in feite. Ja. Hoe kan er iets op een simpelere manier van mijn hersens naar jullie printer precies. toe? Hoe kunnen we, het mooiste zou zijn als jij gewoon kan zeggen van nou Bart, ik wil dit hebben. Mm-hmm. En dat wij dat snappen en dat gewoon voor je kunnen daar maken. Daar gaat veel van jullie energie in zitten de komende tijd. Om te zorgen dat mensen, dus dat niet alleen maar zeg maar de kunstenaars of de mensen die goed kunnen werken met computers daarmee overweg kunnen.
Je zei net, wij zijn niet van de printers zelf. Dus het is niet dat wij die technologie bedacht hebben of ontwikkelen. Jullie hebben een community rond dat printen. Jullie faciliteren mensen die willen printen, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Jullie maken alleen maar verlies, al jarenlang. Waarom kost gaat voor de baat uit, hè? Ja, maar hoe werkt dat in jullie wereld? Waarom is dit zo interessant dat investeerders... Omdat het een ongelooflijke groeimarkt is. Ja, maar je zit niet eens in de techniek. Je hebt een platform rond het 3D-printen. Dat klopt, ja. Maar ja, goed, dat verkoop je nou aan een bedrijfstakken. Maar hoe verkoop je nou aan een investeerder, die jullie dus blijkbaar vinden... Ik begreep van de mensen, partijen die achter Skype en Twitter zaten, las ik op een bericht ergens. Dus grote investeerders achter jullie. Ja, klopt. Ja. Dat zijn die partijen. Nou goed, over dat soort modellen, ik weet niet precies wat die argumenten zijn geweest. Ik weet wel dat er op dit moment zoveel groei in zit, ook wat we verkopen. Dat het niet lang meer duurt voordat we wel break-even zijn. Ja, heb je een paar cijfers, indicatie? Van? Op dit moment verkopen we zo'n 30.000 objecten per maand. Per maand? Ja. En 1000 per dag? Ja. En dat is in 3 jaar, we zijn 4 jaar actief nu, waarvan 3,5 jaar publiek open. En in die tijd zijn we dus van 0 tot 30.000 gegroeid. En dat gaat in hetzelfde tempo Jullie zitten inmiddels in New York? Ja, onder andere. Nederland was te klein? Nou ja, we starten in Eindhoven, dus als onderdeel van Philips op de Hightech Campus. En toen er investeerders in beeld kwamen, die zich onder andere in New York bevonden. Want we hebben ook een investeerder in Londen zitten. Die zeiden van, ja, het is prettig om jullie dichterbij te hebben, maar een heel groot deel van onze afzetmarkt bevindt zich ook in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Dus het is voor ons ook heel logisch om daar dichterbij te zijn. En bovendien hebben we daar een fantastisch netwerk. Je zei het al, ja, we hebben Twitter en Skype en Foursquare en zo achter ons nu. Tenminste, in hetzelfde netwerk van de investeerders, waar wij dus ook in kunnen tappen. Ja. En dat geeft je een enorm voordeel. Je zei die 30.000 per maand. Kun je daar iets over vertellen? Zijn dat heel veel mensen die gewoon iets voor zichzelf maken? Of zijn er zeg maar juist kunstenaars die te koop aanbieden via jullie en daar een goede... Het is nu ongeveer 50-50. De helft van de mensen maakt iets voor zichzelf. En de andere helft koopt iets wat ze zien staan op onze website. Ja, want jullie zijn dus marktplaats is ook een rol die jullie vervullen. Ja, je kan bij ons je eigen ding neerzetten in je gallery op de website. Stel je voor dat, laten we zeggen, dit ding kost misschien... €30 om te printen. Dan kan je besluiten om hem voor €40 te verkopen. En iedere keer als als het dus verkocht wordt, krijg jij gewoon een tientje. En wij gaan het maken, we verkopen het, we doen support en alles erop. En er zijn dus al mensen die hun baan hebben opgezegd. Okay. Die verdienen al genoeg aan hun shop op onze website, om daarvan te leven. En die zijn dan wel weer heel goed in marketing en zo. Dat hoort er dan wel weer bij. Ja. Jullie zitten in Amerika. Hè? En ik zat me af te vragen met al dat de strenge wetten daar en terrorisme. Het is natuurlijk met dit soort technologie... Hoe het antiproliferatie verdragen, het stoppen, wapens printen, explosieve technologie, niet alleen in Nederland kopiëren van technologie. Worden jullie in de gaten gehouden door de Amerikaanse geheime dienst? Dat vertellen ze meestal niet. Nee, maar ben je daar bewust van dat dit een... Tuurlijk. Ja, kijk, sowieso toen we in Nederland starten was het ook al een punt, omdat je mag hier ook geen wapens printen. Ook al is het een speelgoedwapen en is het roze. Maar dat kun je dus met die apparaten. Ja, dat kan. Ja. Die halen wij er dus zelf uit, voor zover we dat herkennen als zo'n object. Wat we nu ook wel vaker zien is dat mensen dingen printen waar ze geen recht voor hebben. Dus niet de intellectual property. Hoe bepaal je dat? Nou, dan krijg je een brief uit Hollywood bijvoorbeeld. Okay. Mensen die dingen uit films namaken en verkopen, die krijgen binnen een week een brief tegenwoordig. Dus die houden het echt in de gaten. Maar zijn jullie dan, dan zeggen jullie van we halen het uit de winkel. Maar goed, het heeft al in de winkel gestaan. Dus hoe zit dat met jullie? Onder de Amerikaanse wet is het zo dat wij hebben een safe harbor status. Dat is hetzelfde als YouTube heeft bijvoorbeeld. En dat betekent dat op het moment dat jij een brief ontvangt van iemand die zegt... Hey, ik heb recht op dat object, dat mag ik niet verkopen. Dan halen wij het eruit, dan brengen wij die twee partijen met elkaar in contact. En dan is het voor ons... Okay. Afgedaan. Dan mogen ze ook niet meer van juridisch advies voorzien of wat dan ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat op het gebied van de copyright-wetgeving... dat er een compleet nieuw hoofdstuk geschreven moet worden. Ja. Want dat is niet toereikend, denk ik, voor wat jullie doen. Ja. Het leuke is nu juist dat je je Nike-schoenen zelf kan printen straks. Ja, maar ja, goed, de vraag is natuurlijk hoe snel de industrie dat doorkrijgt. Dat zie je in de plaat- en de muziekindustrie nou ook niet echt heel succesvol gaan. Maar inderdaad, er moet iets aan die wetgeving gebeuren. Quiz, dat liedje hoort u nu uit de telefoon van Stedel komen. Ja, ik neem me even niet, hoor. Nee, even niet. Dat is Boys Don't Cry van The Cure.
Sorry. We doen nog zo ons best om geen muziek in deze uitzendingen te hebben, want anders krijgen we de Buma stemmen op ons. Ja, dat is een ringtone. Oké. Okay. Dat is wat anders, hè? Ja. Ja, we hadden het over copyright. Ja, dat is, nu dacht iemand, ik zal even bellen. Kun je iets vertellen over het type materiaal? Want dit lijkt heel erg of het een kunstenaarssite is. Is het dat ook? Of zie je daar ontwikkeling in? Wat mensen bij jullie laten printen, wat ze bedenken? Mensen maken echt de gekste dingen. Je kan het zo gek niet bedenken. Je ziet inderdaad hier wat dingen als juwelen liggen, accessoires, speelgoed, iPhone hoesjes. Maar toevallig heeft een collega van me laatst zijn Bugaboo gerepareerd. Die moest $250 betalen voor een reserveonderdeel. Hij zit in Australië, dus het is een beetje moeilijk. Hij dacht, nou weet je wat, ik maak het zelf wel. Dus je heeft voor $1500 een stalen dingetje geprint. En dat heeft daarmee gerepareerd. En dat zien we ook vaker. Mensen die oude robotjes maken. Net had je een verhaal van iemand die zijn eigen raketten maakte. Nou, dat doen ze ook, heel gespecialiseerde stukken. Speelgoed wordt gemaakt. Verzin het eens. Hey, dit onderwerp van dit programma is dus het verstoren van markten, van werelden. Wat verstoren jullie? De productieketen. De mensen kunnen nu zelf hun object maken met een oplage van 1. Kijk, als je dit vroeger wilde maken, wilde laten spuitgieten, dan moest je eerst een mal produceren en daarna moest je tenminste 5.000 of 10.000 dingen produceren voordat je uit de kosten kwam. Nu is dat niet meer. Je maakt er 1. Je maakt dat ene dingetje voor $30 en that's it. Als je even de vergelijking trekt met zeg maar andere dingen die in de digitale wereld wat echt verstorend is, hè, dan heeft het ook vaak te maken met dat je dingen eerst kunt opnemen en vervolgens kunt uitprinten. Mm-hmm. Dus je ziet iets, dat neem je in 3D op en vervolgens stuur je het naar je printer en dan ga je kopiëren. Ja. Is dat in theorie al mogelijk? Ja, ik heb er eentje bij me in de doos. Er zijn 3D-scanners inderdaad. Maar is dat niet het moment, net als bij de muziekindustrie, de filmindustrie, dat je denkt van, hey, dit zet de hele boel op zijn kop? Ja, wellicht. Ik denk dat het veel belangrijker is dat mensen weer wat meer macht krijgen over hun eigen objecten. Ja, dat is een mooie idealistische... Dat zie je ook aan van die hele Maker Faire movement bijvoorbeeld. Mensen willen gewoon meer hun dingen doen. Dat is natuurlijk gelul. Ik bedoel, je kunt straks... die 3D-scanner, waar heb je dat ding? Ja, pak hem maar even. Daar stop je dus een hele... Ik heb een scanner niet hier, maar ik heb een voorbeeldje. Daar stop je dus een heel duur object in. Dat scan je. In dit geval iemands opa. Ja? En die heeft hem gescand. Heel duur object. En gereproduceerd. Nou, hij leeft nog net. Wat zo'n scanner natuurlijk doet, is die scant de buitenkant. Hè? Dus stel je voor dat je iets werkt. En stel je voor dat je deze microfoon zou willen scannen. Dan heb je nog niet de binnenkant te pakken. Ja. Dus ik geloof niet dat je dat zou 1, 2, 3 even namaken. Ik heb een hele dure stuk gereedschap. Een beitel of zo. Wat voor soort staal dat gemaakt is. Dat scan je. Je weet wat het materiaal is. En je print het. Ja. Voor een fractie van de kosten. Ja. Dus we gaan wat we met de muziekindustrie hebben gehad. Het illegaal kopiëren. Wat we met de filmindustrie krijgen. Met de boeken. Dat gaan we straks met objecten krijgen. Ongetwijfeld. Ja, daar hadden we het net al over, hè, dat die hele copyright-wetgeving daar ook wat mee moet doen natuurlijk. En dat de markt zelf daar ook met oplossingen moet komen. Want waarom maak je dat ding na? Omdat het voor jou goedkoper is om zelf te printen. En dan geef je misschien, vind het niet zo erg om iets minder kwaliteit te hebben bijvoorbeeld. Maar wel lekker goedkoop. En dan kan je als producent misschien beter zeggen van, nou jongen, weet je wat, wij verkopen jou gewoon die file op Amazon of op Shapeways liever. Voor datzelfde geld. En dan kan je hem gewoon legaal maken. Maar al die totaal... Weet je, wat allemaal design is, wat objecten die zich in feite alleen maar onderscheiden van andere objecten door de vorm. Ja. Die gaan echt ten prooi aan de printer. Zo kan ik me dat heel goed voorstellen, ja. Ja. Kopjes, servies. Maar aan de andere kant geeft het weer nieuwe kansen ook voor kunstenaars. Dus dat, kijk, je weet ook wat ze zeiden toen de telefonie uitkwam. Nee, maar het valt niet op als een aanval. Het is meer het constateren van een feit dat we daar... Dit is ook van een kunstenaar inderdaad. Wat hij toen al deed, hij had ook een printer kennelijk ergens in Amerika staan. Voor hem was het voordeel. Er kwam een bestelling binnen. En hij zei, zoals dat gaat natuurlijk bij reproducties, er worden maximaal 6 of 10 of weet ik veel wat van gemaakt. En als jij hem in Amerika nu bestelt, heb je hem. Dus dat was zo'n kunstenaar die al heel vroeg gebruik van maakte. Ja. We zien dat ook wel hoor. Dat we hebben nu steeds meer kunstenaars die dan 3D-prints gebruiken als stap in het proces van wat ze maken. Die bijvoorbeeld daar vervolgens brons afgietsels van maken of zo. En die kunnen nu dus vormen maken die veel organischer zijn of veel moeilijker te realiseren op een andere manier bijvoorbeeld. Jullie zeggen, we hebben 100.000 mensen, zei je, meen ik, in de community. Zijn dat makers of zijn dat kopers en makers? Of zijn dat zijn het verschillende groepen die ook weer zo'n 50-50, denk ik. Ja. En van de echt heel actieve makers, dat is weer een wat kleiner percentage, hoor.
En we zien wel heel erg, en dat zou je bij andere producten ook hebben, dat je aan het begin van die ontwikkeling een beetje de technisch geïnteresseerde mensen hebt, die dus het printen cool vinden. Mm-hmm. En dat is nu veel meer al richting productontwerpers en kunstenaars gegaan. En ik verwacht wel dat het de komende jaren nog meer naar consumenten toe gaat. Ja, als die tools daar ook van toenemen. Zijn er dingen? Ja, ga je aan. Ik wilde vragen, je vertelde net, jullie zijn wat dan heet een spin-out van Philips. Mm-hmm. Daar begonnen, in de incubator van Philips. Ja. Nu helemaal los. Hoe werkt dat? Hoe ontstaat dat? Want jullie zijn met geld van Philips dus begonnen. Ja, ik ben daar zelf niet helemaal in thuis hoe dat proces werkte. Maar grofweg is het zo dat Peter Wijmarshuizen, onze oprichter, die is met het voorstel naar Philips gestapt. Die zei van, jongens, luister, je hebt de rapid prototyping techniek. Dat zijn dure apparaten. Ik voorzie de mogelijkheid om dat, als je dat op grote schaal en efficiënt gebruikt, om de prijs dermate laag te maken dat het voor consumenten interessant wordt. Nou, dat concept vonden ze de moeite waard. En Philips heeft een vast omlijnd incubator proces waarbij ze zeggen van, nou, je krijgt voor een x-periode geld en dan moet je die mijlpalen halen. Nou, dat hebben we allemaal gehaald. En op een bepaald moment wordt dus de keuze gemaakt van, nou, wordt dat intern of extern? Gaat Philips dit zelf bieden of gaat het de markt op? Nou, en in de keuze in gemaakt geval, dat extern werd. Ja. Hebben ze er spijt van inmiddels? Nou, ik niet, nee. Nee, maar Philips een aandeelhouder nog in jullie bedrijf? Ja, uiteraard, ja, want die hebben er een hoop geld in gestoken. Ja. Maar goed, inmiddels is dat verwaterd, neem ik aan, want er komen investeerders bij. Ja. En hun invloed wordt steeds kleiner. Patenten bijvoorbeeld, van wat jullie doen? Weet ik niet, nee. Weet je niet. Ik was, misschien was jij er ook wel, Momo was een Amsterdams evenement, aanvankelijk over mobiele technieken, maar dat werd steeds breder. Er is een middag geweest waar ik een meneer heb horen vertellen dat er een toekomst aan zit te komen waarin we ook organen printen. Ja. Ben jij daarin thuis? Is eigenlijk dat we straks onze laptop kunnen printen om uit het begin? Nou ja, waarom niet? Hè? Kijk, het is een beetje, als je de techniek helemaal door zou trekken, dan zou je kunnen zeggen van, nee, op het moment dat je atoom voor atoom objectjes kan bouwen, in plaats van met poeder in een bakje, dan kan je natuurlijk maken wat je wil. Het duurt misschien wat langer. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet of je daarmee meteen organen kan maken. Ik weet wel dat er onderzoek naar gedaan wordt, hoor, op dit moment. Ik weet ook wel dat er sowieso vanuit de medische hoek veel geëxperimenteerd wordt. Jij zegt eigenlijk ook, het is ook niet heel ver buiten bereik. Nou ja, op atomaire schaal dingen manipuleren, dat is nog wel een uitdaging. Ja, maar jij zou er niet van opkijken. Jij zegt absoluut niet van, nou, dat zal... Ik verwacht sowieso dat die laptop die is er binnen... Jezelf je laptop printen, dat is er binnen 15 à 20 jaar wel. En ik denk ook dat je dan thuis wel een printertje hebt die hele leuke dingen kan doen. Is formaat nu ook nog het probleem? Want ja, als jij je auto wil printen, heb je een grote printer die is voor je nodig. In mijn geval wel. Wij hebben ze niet, maar er zijn printers die kunnen inderdaad dingen te grootte van de auto uitprinten. Oké, okay, zelfs dat is al mogelijk. Ja, maar dat is dus nog steeds in één materiaal, dat is het punt. Ja, en gaan de prijzen nog steeds omlaag? Ja, heel hard omlaag. Ja. Oké, nou, super interessant. Absoluut, absoluut. Wat is het mooiste wat bij jullie gemaakt is? Ja, dat is natuurlijk altijd aan degene wie het vraagt. Ja. Dit is een van mijn topstukken. Omdat het, met die complexiteit en dat het beweegt en mensen vallen altijd van hun stoel als je het laat zien. Heb je dit nou later in elkaar gezet trouwens? Nee, dit komt zo werkend uit de printer. Dus, dit komt zo uit een printer? Ja, dus het wordt... Ik kan het ook nog niet, maar goed, dat zal wel... Ja, we zijn oude lullen. We zijn oud. Ik kijk een keer op onze website, daar hebben we ook filmpjes staan van hoe het gedaan wordt. En dan krijg je een beter beeld van hoe dat dan zit met die laagjes die je opbouwt. Ja. Dat klopt. Ja. Nou, ontzettend leuk. Ja. Dat is het mooie van hier zitten, dat we mensen mogen uitnodigen die ons dan vervolgens verbazen. Dus heel leuk dat je dat wilde doen. Prachtige materialen. Ja. En ik ga zeker nog eens een keer op de site kijken. Ik hoop ook dat, net zoals ik hoop zo handig te worden dat ik op de Maker Faire iets kan doen, hoop ik dat inderdaad de techniek beschikbaar komt, dat ook ik printbare vormen kan gaan maken. Want heb jij wel eens bij die Google SketchUp geprobeerd? Ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Ja, wij hadden in de tijd dat ik bij de NOS werkte, hadden wij Sam Warnaars die helemaal gek was van 3D-printer. Dus in die tijd hebben we heel veel geëxperimenteerd. Wat je makkelijk kan doen, is dat je als je een van die vormpjes neemt uit het beeld hierachter, die kan je bij ons op de website gewoon als plaatje op uploaden. Okay. En dan maakt hij daar een 3D-vormpje van. Oh, yes! Nou, als jij dat doet, dan zorg ik ervoor dat je volgende keer hier hebt. Okay. Volgende keer hier. Ja. Dat je daar staan. Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Hartstikke leuk. Cool. Oké, nou, te gek. Tot zover deze aflevering van Topnames.
Videobricks zorgde voor de studio. Dutchview Webcasting zorgde dat de stream thuis kwam. Esther Gons zorgde voor de vormgeving. En Marco Raaphorst de muziek bij de leaders. Mijn naam is Erwin Blom. Roland Stekelenburg zit naast mij. We zijn, als je later on demand kijkt, kijk nog op de site. Staan andere prachtige interviews over allerlei onderwerpen. Als je live kijkt, we gaan zo direct verder met Gerard Dielissen. En we praten dan over sport en innovatie. Bedankt voor het kijken voor nu. En voor wie blijft. Tot zo.